Hé, lekker hier al. Welkom bij het tweede deel eigenlijk van de Mare. De nieuwsbrief van Heksen en Kruid met beeld en geluid. Hij is wel leuk, hè? Oké, welkom dus. Ik dacht vandaag ga ik maar eens lekker een filmpje in het bos opnemen. Het is lekker weer, het zonnetje schijnt. Het is gewoon heerlijk nu. Je voelt de natuur ontluiken en je voelt dat alles wakker is geworden. Het gaat niet meer wakker worden, maar alles is wakker. Ik wil jullie vandaag even een stukje laten zien van wat je zeg maar zo zomaar even snel kan vinden in het bos als je zeg maar ergens wandelt of een beetje aan het speuren bent. En wat je daarmee mee kan doen eigenlijk. En ik zit hier bijvoorbeeld voor een plantje. En dat plantje, dat is deze. Kijk, oh, even deze opzij. En dat noem je look zonder look. En look zonder look betekent dus dat het, even kijken hoor, dat het dus ook echt een knoflook look smaakje hebt. Dus het blaadje, het is jammer dat we geen geurenfilmpjes hebben. Oh. Maar als je dat blaadje een beetje wrijft, dan ruik je al duidelijk, zeg maar, een lookgeurtje. En die blaadjes zijn dus heel goed te verwerken in saladetjes of gewoon op een broodje om het wat pittiger, zeg maar, te maken. En deze staat dan nu nog niet in bloei, maar als ik hier even kijk, verderop. Kijk hier al. Kan je al zien, deze staat al wel in bloei. En je kan die bloemetjes dus ook gewoon eten. Dus die zijn allemaal, het is allemaal te eten. En ik ga een blaadje plukken. Mag dat plantje? Mag ik één blaadje plukken van jou? Ja, oké. Kijk. En het is al, ja, het is gewoon ja, een soort van knoflook, zeg maar. En als je dan gaat kauwen, ik heb een beetje naar binnen. Ja, is het net knoflook eigenlijk. Look zonder look. Dus het is een looksmaak, een lookplantje, maar er zit geen look aan. Dus er zitten geen knoflookjes, zeg maar, aan. Geen bolletjes aan de onderkant. Daarom heet het look zonder look. Heerlijk kruidje om door salade te doen. Lekker pittig maken. Misschien even roerbakken met een groentetje of zo. Maar dat kan je dus gewoon eten. En dat vinden we nu gewoon hier in het bos, bij jou, mij, overal in Nederland eigenlijk. Nou, gaaf, toch? Nou, zo zijn er nog veel meer kruiden en planten en bomen en dingen waar je van alles mee kan doen. En dat, dat is gewoon heerlijk om mee te werken. En daarom heb ik ook de e-learnings in het leven geroepen. Dat je dus leert, ook door middel van filmpjes die ik maak en dingetjes die ik laat zien. Dat je dus leert van met welke kruiden kan je werken, wat kan je ermee doen. En dat ik het ook echt laat zien aan je, zeg maar. Dus dit was even look zonder look. Een tipje van de sluier, tipje van de ijsberg. Dan gaan we eventjes verderop. Want ik heb best wel goed nieuws. Ik heb namelijk 5 mei, aanstaande zaterdag is dat. Althans, dit filmpje wordt vandaag dus opgenomen. En aanstaande zaterdag is het 5 mei. En dan bestaat mijn boek een jaar. Mijn boek die ik vorig jaar met Bevrijdingsdag... Oh, er zitten allemaal beestjes op. Die ik vorig jaar met Bevrijdingsdag zeg maar, voor het eerst in mijn hand heb gekregen... die is bijna een jaar, wordt bijna een jaar oud. Dat is best wel een tijd alweer. Nou, en ik ben nog steeds zo blij met mijn boek, met de verhalen die erin staan. De inzichten die ik heb gekregen. En ik lees ook nog best wel vaak gewoon eens een verhaal uit mijn boek. Gewoon eens kijken van, wat vertelt hij me en waar... Soms, dan, net als van de week, zag ik weer een verhaal en toen dacht ik, oh, daar staat iets in over de seringenboom. En toevallig komt dat nu ook weer in de jaarcirkel naar voren. En dat je dan toch weer op een nieuwe manier leest of zo. Het is zo'n fijn boek, ik ben er zo blij mee. Het is natuurlijk het heeft een hele lage milieubelasting. Dus dat voel je, dat ruik je. Dus ja, het is nog steeds voor mij echt een juweeltje. Dus aanstaande zaterdag ga ik, om dat te vieren, omdat het een jaar bestaat, ga ik dan een inzichtenwandeling organiseren. En voor degenen die mijn boek al hebben, die betalen dan €10 voor de wandeling.
En voor degenen die mijn boek niet hebben, die is het dus de aanschaf van het boek. Is zeg maar de investering om mee te doen aan die middag. En ik heb toch 2 plekjes vrij. Dus wil je meedoen, moet je echt snel zijn. Want 10 is voor mij wel het max, zeg maar. Anders dan wordt het te grote groep. Dus ik heb nog 2 plekjes. Dus voor wie wil, ik hoor het van je. En dan gaan we met elkaar op pad. Dan gaan we hier de inzichten plukken. En dan ga je eens kijken van, waar zit ik mee? Of waar wil ik helderheid in hebben? En hoe kan de natuur me daarin helpen? Nou, dat is echt heel fijn. De natuur kan je echt heel goed helpen daarmee. Dus nou ja, dit nog even. Dit is mijn boek dus. En bijna een jaar. En ik had hem hier neergezet. Ik vond het wel mooi staan. Nou, verder is het ook eventjes handig voor jullie om te weten. Dat aankomende midzomer, duurt nog wel eventjes, maar het is zo midzomer. Dat ik weer een workshop kruidenwis verzamelen en zegenen ga organiseren in de Hortus. Dat is een hele mooie en hele gezellige workshop eigenlijk. Je krijgt namelijk een rondleiding van mij door de Hortus heen. Ik vertel welke kruiden je mag plukken en welke kruiden geschikt zijn om in je wis te doen. Want je maakt een wis voor je eigen huis en haard. En die is dan een jaar lang beschermd in het huis en haard. En ik leg dan uit welke kruiden er geplukt ook mogen worden. Want het is best wel bijzonder dat je een hortus mag plukken. Dus het is even een afstemming wat ik dan met de tuinman maak van tevoren. Welke kruiden zijn er? Wat mag je gebruiken? Welke mag je plukken? En waar zijn ze voor geschikt? Hè, geeft het bescherming of geeft het juist vrolijkheid? Nou ja. En uiteindelijk gaan we dan met elkaar die wissen in zegenen. Dus je hebt allemaal mooie, prachtige kruidenwissen. Ga je mee naar huis. Dat is gewoon een mooie kruidenbos. En die gaan we dan zegenen met de elementen. En wie een oude wis heeft gemaakt, die mag hem dan op dat moment verbranden. We maken dus ook een vuur. En dan kan met de rook van de oude wis de nieuwe wis worden ingewijd of ingezegend. En die gaat dan weer worden opgehangen in huis. En die beschermt het huis en haard voor een jaar lang. Dus ja, gaaf. Dus nou, sorry. Ik heb nog paar plekjes op de zaterdag. 2 of 3 plekjes geloof ik. En op de vrijdag heb ik ook nog een aantal plekken. Dus wil je meedoen, geef je snel op. Want vol is vol. Ik kan het gewoon niet meer kwijt dan 14 mensen per workshop, zeg maar. Oké, dan even denken hoor. Oh ja, 18 juni is ook wel even heel leuk om te vertellen. Dan start het tweede seizoen van de jaarcirkel. En de jaarcirkel is nu volop in gang. We zijn nu bezig met de lente. En daar komt van alles los en er gebeurt van alles. En ik heb gevraagd aan een aantal zusters uit de cirkel. Want we zijn gedoopt tot zusters met elkaar in het Berkana-verbond. Dus Berkana is de berg en dat voelt als een soort zusterschap. En we zijn met de zusters dus in de cirkel heel druk bezig met ontwikkeling, de natuur die ons daarbij helpt, de magie van het moment ervaren. En ik heb gevraagd aan een aantal of ze hun ervaringen zoals ze het nu beleven willen opschrijven. Dat is gedaan en ik was echt serieus ontroerd hoe diep dat zeg maar binnenkomt bij mensen. Ik zal in deze nieuwsbrief een paar kleine stukjes daarvan laten lezen aan jullie. Dus dat kan je verderop lezen. Nou, echt heel bijzonder. Dus ja, allemaal mooie dingen. Het groeit en het bloeit bij Heksenkruid. Ik kan niet anders zeggen. Nou, in deze nieuwsbrief wil ik voorlopig zo houden. Ik vind het heel leuk om echt persoonlijk aan jullie te vertellen wat ik ga doen en waar ik mee bezig ben. Omdat het gewoon veel meer, veel echter is. En dat is toch wel waar ik zeg maar steeds meer naartoe wil. Dat het allemaal, dat je gewoon precies weet wat je krijgt en waar het voor staat. En hoe het eraan toe gaat, zeg maar. Dus, dat was het volgens mij voor vandaag. Dan wil ik jullie nog 1 dingetje laten zien. En dat is een kruidje die ik hier toevallig naast mijn voeten heb staan. Dat heet hondstrafkruid en die is nu aan het bloeien. Kijk, ik ga hem even pakken. En hondstraf is een kruidje dat groeit meestal bij oud hout en bij een beetje sprokkelhout en een beetje in de schaduw. En als je goed kijkt naar het blad, dat is wel even leuk om te laten zien, lijkt het een beetje op een oortje, zeg maar, hè? Met een beetje fantasie. Maar dat lijkt ook wel een beetje op een longblaasje of op een nier. Nou, dat noem je dan
de signatuurleer van zo'n kruid. Dat houdt in dat het werkt, zeg maar, op de slijmvliezen. Dus het heeft, als je naar het kijkt en je denkt, oh, het is een oortje, dan heeft het te maken met de kinderen met een chronische oorontsteking kunnen, zeg maar, kan hondstraf heel goed voor ingezet worden. Dat is eigenlijk een kwestie van het blaadje kneuzen en gewoon in het oor doen. En dan kan het echt verlichting bieden aan kinderen. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. En doordat het op een oortje lijkt, is dat een mooie ezelsbrug om dat dan te onthouden. Nou, verder is het, wat ik zei, het lijkt op een longblaasje ook een beetje. Dus het werkt ook op de slijmvliezen en ook op de vochthuishouding. En het maakt slijm los. Dus er zit saponine in, dat is een soort zeepstoffen. En als je een thee zet bijvoorbeeld van hondstraf, dat kan je dus gewoon van de blaadjes en de bloemetjes. Want er zitten ook van die hele kleine schattige paarse bloemetjes aan. Moet je nog even dichterbij komen. Kijk, het zijn net kleine bekjes, leeuwbekjes of zo. Ja? Wauw. En die bloemetjes en die blaadjes kan je dus gewoon gebruiken. Van die topjes kan je plukken. En die kan je gewoon gebruiken om een theetje van te zetten bijvoorbeeld. En ik zal nog even het recept zal ik dan toch nog even hier in de nieuwsbrief zetten. Want dat is wel denk ik het handigste. Oké, nou dan denk ik dat we hem voor nu wel mogen afsluiten voor deze maand. Maand mei, mooie maand. Geniet van alles en wil je wat weten, stuur me een mailtje. Of kijk even op de website heksenkruid.info. Of stuur een mail naar mail@heksenkruid.nl. En dan zie ik jullie volgende maand weer. Doeg!